Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Het aandeel Galapagos is in een week tijd heel hard onderuit gegaan. Namelijk 30% omlaag in een weekje tijd. En in deze video gaan we kijken wat de reden is van die enorme daling. Waarbij we kijken ook of het nu een goed moment is om te beleggen in Galapagos. Laten we snel beginnen. Galapagos is een Nederlands-Belgisch biotechbedrijf wat is opgericht in 1999 en die verrichten dus allemaal farmaceutische onderzoeken. En laten we dan gewoon maar gelijk bij het begin beginnen, zodat je precies weet wat het bedrijf allemaal, inhoudt. 14 jaar geleden werden de eerste stappen gezet om een ontstekingsremmer te ontwikkelen die vooral voor reumapatiënten heel goed kon uitpakken. Dat middel zou ervoor moeten zorgen dat de pijn afneemt en de zwelling in de gewrichten zal dan ook afnemen. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Dus voor de reumapatiënten is dat natuurlijk een belangrijk ontstekingsremmer. En want ja, als jij inderdaad last hebt van reuma en je hoort dat er een ontstekingsremmer is die heel goed kan uitpakken waardoor de klachten minder worden, ja, dan ben je natuurlijk enorm hoopvol. En onderzoekers gaven al aan bij het testen op mensen dat reumapatiënten er goed op zouden reageren. Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar ook zou de behandeling anders zijn. Geen spuit meer zoals gebruikelijk, maar gewoon een pilletje. En dat was natuurlijk ook een enorme stap voorwaarts. Want als ik zelf zou moeten kiezen om elke keer een spuit op te halen of een pilletje, ja, dan hoef ik niet twee keer na te denken. Dan neem ik lekker dat pilletje in en ga gewoon weer door met mijn dag. En in Amerika en Europa werden al belangrijke testen voor die nieuwe ontstekingsremmer voor reumapatiënten, werd het al voltooid. En op dit moment is ook de verwachting dat het middel in Europa komt, zo'n beetje het vierde kwartaal van het jaar, dat het dan echt op de markt komt. Dus Galapagos was heel erg hoopvol gestemd. Patiënten reageerden er goed op, want er waren al tests gedaan op mensen die reuma hadden. En de testen werden dus met succes afgerond. Maar Amerikaanse toezichthouders hebben het middel op dit moment niet goedgekeurd. Dat betekent niet dat het middel nooit meer op de markt zou kunnen komen. Het is namelijk gewoon uitgesteld. Maar op dit moment is het middel dus door de FDA niet goedgekeurd. Er is namelijk wat onduidelijkheid naar boven gekomen. En je weet allemaal, in dit wereldje van de geneesmiddelen zullen ze eigenlijk geen enkel middel toelaten als er ook maar iets van een risico aan vastzit. Het middel zou namelijk effect kunnen hebben op de vruchtbaarheid van mannen. Dus wat betekent dat voor Galapagos? Dat ze weer aan de bak moeten. Nieuw onderzoek zou gestart worden om inderdaad aan te kunnen tonen dat dat niet het geval is. En dat is natuurlijk ook nog maar afwachten. Het kan inderdaad zo zijn dat daadwerkelijk ervoor zorgt dat reumapatiënten, mannen dan, onvruchtbaar worden. En op dit moment is het een beetje lastig in te schatten wanneer dat onderzoek nou precies wordt afgerond. Maar het lijkt zo'n beetje tussen maart en juli van 2021 afgerond kunnen worden. Nou, dat is natuurlijk nog wel een tijdje afwachten. En de CEO van Galapagos, dat is namelijk Onno van der Stolpen, is ook zwaar teleurgesteld. Want die had echt de verwachting dat ze er klaar mee waren. Dat ze daadwerkelijk de stap konden zetten om de markt op te gaan. En nu is het toch weer een stapje achteruit. Weer een nieuw onderzoek. Weer maanden wachten. Heel veel beleggers zijn het vertrouwen verloren. Dus dit is echt een enorme klap die ze hebben moeten verwerken. Maar zoals ik al eerder zei, in Europa mogen ze hoogstwaarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2020 wel de markt op. Maakt het dan heel erg veel uit of het midden op de Amerikaanse markt komt? Het antwoord daarop is ja, want de Amerikaanse markt is met afstand de grootste. Dus dat zal omzet technisch gezien natuurlijk een enorme dreun zijn voor Galapagos. Natuurlijk, Europa is nog steeds een hele grote markt, maar als je het vergelijkt met Amerika, ja, dat is dan wel een enorme klap als ze inderdaad in Amerika dat middel niet aan de man mogen brengen. Natuurlijk zou in Europa alsnog steeds heel wat omzet kunnen draaien als het een middel is waar mensen wat aan hebben. Zal je ook zien dat er heel veel van dat soort medicijnen gebruikt worden. Maar als je inderdaad een heel groot gedeelte van je mogelijke doelgroep niet kan bereiken omdat het middel niet is goedgekeurd, kan je natuurlijk verwachten dat de verwachte omzet, ja, die zal natuurlijk een stuk minder zijn. Maar die enorme klap in de mogelijke omzet in de komende jaren voor Galapagos is dus ook de verklaring voor de enorme daling. 30% eraf in een weekje tijd, maar dat gaat eigenlijk al een tijd best wel slecht hoor. Want in februari stond het aandeel nog op €250. En dat was eigenlijk gebaseerd op de positieve verhalen over die ontstekingsremmen. Want als je constant in het nieuws hoort dat dat onderzoek goed is afgerond, de patiënten hebben er goed op gereageerd, mensen met reuma merken daadwerkelijk dat de zwelling afnemen, de pijn neemt af, dan ga je natuurlijk vertrouwen hebben in dat middel. En dan zag je dus dat er onder de beleggers heel veel vertrouwen werd gecreëerd. Er stond dus heel veel hype. Iedereen moest instappen. En dat zorgde dus ook voor dat we in februari een all-time high zagen van €250. Maar sinds februari, dus een halfjaartje geleden pas, is er op dit moment al 55% van de prijs afgegaan. Dus de beleggers die stapten vooral in voor dat middel, want die kregen constant het goede nieuws te horen, zagen dat mensen om zich heen er ook geen in investeren en denken bij zichzelf, ik mag dat natuurlijk niet missen. En als je dan weet dat ze hebben
geïnvesteerd voor dat ene middel en er komt inderdaad slecht nieuws naar buiten over dat middel, betekent dat heel veel beleggers hun positie verkopen. Laatste week zijn er dus ook heel veel mensen heel veel vermogen verloren. Want als je bent ingestapt op bijvoorbeeld 230 euro of 220 euro, ja, dat is natuurlijk een enorme dreun. En je merkt ook dat dit een aandeel is dat heel populair is in Nederland en in België. Dus ik denk dat er afgelopen week heel veel mensen zijn die helaas heel veel vermogen hebben verloren. En dan is het nog maar de vraag wanneer dat vermogen allemaal weer terug is. Maar je kan ook weer niet zeggen dat dit echt voor de hand lag. Iedereen hield er eigenlijk rekening mee dat die goedkeuring, ja, dat zal eigenlijk een formaliteit zijn. We zagen in Europa dat ze al hoopvol waren gestemd. Ze kwamen door de belangrijke testen heen. Maar dus die goedkeuring in Amerika, ja, mensen hadden het al wel een beetje verwacht. En in één keer vanuit het niets werd het dus uitgesteld. En daardoor zag je dus plotseling een enorme klap op de markt. Stel je voor, mensen zagen het aankomen. Er kwamen al bijvoorbeeld enkele nieuwsberichten naar buiten. Dan zal je zien dat er langzaam steeds het vertrouwen afneemt. Maar het was op de ene dag op de andere dag 30% eraf. Want heel veel beleggers hebben op dat moment het vertrouwen verloren en zijn er gewoon klaar mee. Dat merk ik ook een beetje. Dat heel veel beleggers denken, ja, ik ben al 6 maanden lang naar dat aandeel aan het kijken. Elke week gaat het maar verder omlaag. Nu weer een enorme teleurstelling. Ik ben er klaar mee, ik pak mijn verlies en ik ga wel verder kijken. Dat zie je dus echt op dit moment gebeuren. Er zijn weinig mensen die nu denken, oké, nu is een goed moment om in te stappen of om mijn positie uit te breiden. Heel veel mensen denken, weet je wat, ik ben er helemaal klaar mee. En voordat we doorgaan met de video zou ik het trouwens echt waarderen als je nieuw bent nog even te abonneren en een like zou het kanaal echt op weg helpen. Krijgen meer mensen het in hun aanbevolen en dan gaat het kanaal natuurlijk steeds verder groeien. Laten we dan doorgaan met de video, want investeren in de biotech sector, ja, dat is gewoon risicovol. Want we zien het bijvoorbeeld deze week bij Galapagos. Het aandeel kan keihard onderuit gaan als het middel in één keer niet op de markt kan. Dus als je besluit te beleggen in deze sector, dan is het heel belangrijk dat je aan spreiding doet. Zet niet al je vermogen in een één biotechbedrijf. En in deze sector is het ook heel belangrijk dat je kijkt naar de lange termijn. Direct winst pakken bij goed nieuws over een onderzoek, ja, dat is niet slim. Of verlies pakken bij slecht nieuws is ook niet slim. Als je besluit te investeren in deze sector is het heel belangrijk dat je echt gaat kijken voor de lange termijn. En kans is natuurlijk op dit moment wel een stukje groter geworden dat ontstekingsremmer niet op de Amerikaanse markt komt. De FDA weigert het middel natuurlijk niet zomaar. Dus instappen op dit moment, ja, dat brengt natuurlijk risico's met zich mee. Want Galapagos moet het onderzoek doen om te zien of mannen daadwerkelijk onvruchtbaar kunnen worden. Nou, dat is natuurlijk niet het enige middel waar Galapagos aan werkt. Maar het mag natuurlijk duidelijk zijn dat het middel voor de reuma-patiënten, ja, dat was echt hun sterspeler. Galapagos zou echt niet binnen een jaartje failliet gaan, hoor. Ze hebben echt namelijk een hele goede cashpositie. Ze hebben op dit moment ruim 5 miljard cash beschikbaar. Dus ze kunnen nog heel wat jaartjes door. Het lijkt erop dat ze elk jaar 400 tot 500 miljoen nodig hebben om alle onderzoeken te voltooien. Nou, wetende dat ze nog 5 miljard cash beschikbaar hebben, kunnen ze nog wel een tijdje door. Maar je moet natuurlijk ook weten dat niet elk middel zomaar op de markt komt. Want slechts 14% van alle geneesmiddelen die op mensen zijn getest, zullen daadwerkelijk op de markt komen. Dat is natuurlijk een heel laag percentage. En daarom is beleggen in de biotech sector heel erg risicovol. Maar ja, aan de andere kant kan het ook grandioos uitpakken. Maar de biotech sector is niet een sector die je als leek zijnde heel goed of makkelijk kan begrijpen. Je moet echt gespecialiseerd zijn in deze sector en echt enorm veel kennis hebben. En om eerlijk te zijn, ik zit totaal niet in de medicijnen. Ik heb totaal niet het idee dat ik een ontwikkeling van zo'n middel goed kan begrijpen of uitleggen. En ik heb dus ook de overtuiging dat je alleen ergens moet instappen als je er heel veel kennis over hebt. En als ik iets niet snap, zal ik er ook niet in beleggen. Maar dan kan je altijd nog zeggen, als er bijvoorbeeld heel weinig risico aan vast zit, bijvoorbeeld stel je voor de biotech sector, er zat weinig risico aan vast, dan kon je nog zeggen, weet je wat, ik ga gespreid beleggen. Maar we weten natuurlijk dat je gewoon veel kennis nodig hebt om in te kunnen stappen bij zo'n biotech bedrijf en er zit dus ook nog eens heel veel risico aan vast. Want je kan echt niet zomaar in 2 maanden even alle benodigde medische kennis tot je nemen als het gaat om het ontwikkelen van een medicijn. Ja, de basis, ja, dat zal op zich nog wel moeten lukken. Maar als je echt ergens instapt, moet je precies weten waar je instapt. En ik heb niet de overtuiging dat ik in binnen korte tijd die kennis kan opdoen. Vandaar dus dat ik in deze sector niet instap. En Galapagos is natuurlijk hard afgestraft, want de all-time highs in februari waren 250 euro. En op het moment van inspreken staat het aandeel 110 euro. Maar de komende weken / maanden verwacht ik niet heel veel positief nieuws. Het is echt een beetje wachten totdat die onderzoeksresultaten zo'n beetje, ja, maart, april, mei van 2021 uitkomen. En dan is het altijd nog afwachten
wat de resultaten zijn van het onderzoek. Want de FDA kan het altijd nog afkeuren. En het slechte nieuws zal de komende weken slechts maand nog wel een beetje doorsudderen. Maar ik verwacht ook weer niet dat het aandeel naar 80 of naar 90 gaat. Want als je puur kijkt naar hun cashpositie, zijn ze al zo'n beetje 85 tot 90 euro waard. Dus ja, ik zie dat niet zo snel gebeuren dat ze naar de 75 gaan. Maar 100 euro, ja, dat zie ik nog wel gebeuren. Want je merkt gewoon dat mensen absoluut geen vertrouwen hebben en gewoon willen uitstappen. En zelf laat ik het aandeel links liggen omdat ik ervan overtuigd ben dat er op dit moment beter aandelen zijn om aan te schaffen. Dat wil dus niet zeggen dat ik de overtuiging heb dat Galapagos binnen een jaartje op 80 euro staat. Maar op dit moment mis ik gewoon het vertrouwen om in te stappen. Dat ik zomaar denk, nou, binnen 4-5 maanden staat het aandeel weer op 140 of 150 euro. Ik heb op dit moment de kennis niet als het gaat om deze sector. Ik heb het vertrouwen niet. En ik weet gewoon dat er betere aandelen zijn om nu mijn vermogen in te stoppen. En als je zelf interesse hebt in Galapagos, zou ik de aankomende weken slash maanden een beetje aankijken wat voor stappen er allemaal ondernomen worden. Want op dit moment vind ik de leiding van Galapagos ook niet heel sterk overkomen. Dus daar moet ook echt verandering in komen. En ik heb altijd de overtuiging dat ik zelf liever iets te laat instap dan dat ik de bodem probeer te voorspellen. Want je kan nog steeds verder zakken als het op een gegeven moment weer een beetje omhoog gaat, het nieuws is goed, je ziet dat mensen er weer vertrouwen in hebben, kan je altijd instappen, maar op dit moment is het maar de vraag wat de bodem gaat zijn, dus je kan beter gewoon even rustig afwachten om inderdaad te zien dat de aandelenprijs weer een beetje stabiliseert. Voor nu kom ik wel een einde aan deze video, laat zeker eventjes in de comments je mening achter over dit aandeel van Galapagos, ben echt benieuwd hoe jullie er tegenover staan. Als je vaker van dit soort video's wilt zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken, ik zie je graag terug bij een volgende video. Later.